Een hele goede middag op deze woensdag. Het is vandaag 31 mei. Ik ben klaargemaakt en leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe takevlog. Ik ben gisteravond lekker televisie gaan kijken. Ik heb allereerst Goede Tijden gekeken. Ik vind het nog niet zo heel spannend. Ik denk dat de climax misschien donderdag eindigt, want het zou wel een goede cliff zijn volgens mensen die het al vooruit hebben gekeken, maar ik heb nog geen idee. Daarna ben ik Zeeman Confronteert Stalkers gaan kijken. En dit vond ik echt wel weer heel erg bizar. Dit keer ging het om een man die gestalkt werd. En dat gebeurt niet zo heel vaak. Maar deze man die was ook single. Maar die vond het wel heel leuk om te daten. Zat ook op Tinder en wat andere sites. Als ik het zo goed begrepen heb. Ja, hij vond dat heel leuk. En hij had ook regelmatig dates. En toen had hij ook 2 dates gehad. Maar dat was voor daten was het eigenlijk niks. Maar ze waren wel vrienden gebleven. Nou ja, deze man die werd dus al een tijd gestalkt. Alleen de stalker die ging zich ook verplaatsen naar dus die 2 vrouwen waar hij mee had gedate, maar nu bevriend mee was. Bij die ene dame werd de auto bekrast en stonden er allemaal dingen op. Die andere dame die werd ook heel erg gestalkt, maar die nam ook haar dochter werd gestalkt. Want die kreeg dus ook berichtjes van geniet nog maar even van je moeder, want misschien is het wel de laatste keer dat je haar hebt gezien. Op een gegeven moment kwamen er zelfs bij die vrouw allerlei mannen aan de deur. Die zeiden dus dat ze een plezierige date met haar zouden hebben. Nou, dan kun je denk ik zelf wel invullen wat daarmee bedoeld zou worden. Maar ook bij de man die gestalkt werd kwamen dus vrouwen aan de deur die beweerden een date met hem te hebben. Alleen hun wisten dus van niks. Ze hadden op een gegeven moment wel ontdekt, want er werd met 10 verschillende simkaarten gecommuniceerd dat ze die simkaarten uit een bak konden halen, uit een winkel. Dat snapte ik niet helemaal, maar dat, in ieder geval dat was de conclusie. Maar ze wisten ook niet of het om een man of een vrouw ging. Toen ging de stalker op een gegeven moment brieven sturen. En toen hebben ze die brieven onderzocht. En aan de hand daarvan konden ze dus wel zeggen dat het om een vrouw ging. Toen hadden ze ook een val opgezet dat hij moest zeggen tegen de kring waar hij dus altijd zo open over is, over zijn dates, dat hij weer een date zou hebben. Die bewuste avond dat hij date zou zijn, zijn ze gaan posten. Er kwamen dus wel berichten binnen, maar er kwam niemand. Er was niemand die zei van, er was niemand zeg maar die daarop kwam dagen. Toen kregen ze op een gegeven moment een goede vriendin van hem in het oog. Toen zei ze bij haar werk gaan kijken, want het was, zij werkte in een supermarkt. En daar was een collega die heette daar Monique. En het gekke was, die berichten werden ook gestuurd vanuit een ene Monique. Uiteindelijk kwamen ze er dus achter dat het die goede vriendin was die stalkte. En toen ging in eerste instantie wilde ze haar confronteren. Dat ging niet, want ze ging op dat moment fietsen naar haar werk. En als ze er zou confronteren, zou ze wegfietsen. Toen hebben ze het uiteindelijk toch die man die gestalkt werd ook verteld. Maar hij reageerde heel raar. Echt heel rustig, heel lauw. Net of hij het had verwacht of zoiets. Nou, uiteindelijk hebben ze haar geconfronteerd. En het bleek er eigenlijk gewoon op dat ze hartstikke jaloers was. En gewoon de hoop had gehad dat het tussen die man en haar nog wat had kunnen worden. Want zij wilde dat gewoon heel graag. Maar ja, voor hem dus niet. En later stond er ook dat hij haar alweer had vergeven. Dus ik vond het allemaal wel heel vaag. Ik vond het heftig om te zien, maar ik vond hem zijn reacties heel raar. Want hoe ga je dat iemand vergeven? Dat snap ik niet. Dat zou ik niet doen. Maar goed, iedereen is anders. Daarna heb ik even Kopen Zonder Kijken gekeken. Was op zich ook wel weer mooi. Ja, dat was ook alweer goed. Nou, toen ben ik mijn vlog gaan afmaken. Heb ik mijn foto's bewerkt. Toen nog even een nieuwe maken. Toen ben ik Ralph Diamonds gaan kijken. Wordt nu wel spannender, moet ik zeggen. Ik zit er nu beter in. En daarna ben ik begonnen met Blauw Blauw op Videoland. Dat was iets wat ik vroeger altijd keek. En het was wel grappig dat je mensen zo jong ziet. Zoals Johnny Kraaikamp. Maar ook John Williams. Echt super grappig om weer eens terug te zien. Dus dat was wel leuk. En ik heb ook mijn boek uitgelezen. Dus vanavond een nieuwe. Ik ga de woonkamer doen. Ik heb nog eventjes van de week heb ik ook de douche geprobeerd bij die kranen. Dus dat ga ik jullie eventjes laten zien. Dus ik ga jullie ook eventjes nog wat dingen laten zien die ik heb gedaan. Dus ik ga nog even wat dingen doen. Dus tijd om eventjes aan de gang te gaan. Aangezien de keuken zo goed gelukt was en het hier ook echt heel vies is, dacht ik, ik ga dit hier ook eens eventjes poetsen. Even kijken of het net zo'n mooi resultaat wordt als in de keuken. Dus dat zou mooi zijn.
helaas moet deze wel echt een paar keer. Ik heb wel een glimmende kraam, maar je ziet nog steeds wel wat vuil. Dus dat moet ik gewoon eventjes een paar keer volhouden in de hoop dat het dan weggaat. Daar is het dan wel wat weg, maar nog niet helemaal. Dus dat moet gewoon echt in een paar keer dus. Zo, deze is dan ook weer mooi. Ziet er gelijk een stuk gezelliger uit zo. Dus ja, heel fijn dat dit ook weer mooi staat. Nou, deze staat er ook weer mooi. Dat vind ik ook wel heel gezellig staan zo. Dus ja, het staat ook leuk zo met dat roze dingetje. Dus ik ben er wel heel blij mee. Deze is dus gevuld met desinfectiegel. Zo, klaar. Heerlijk. Ook wel blij dat ik al wat nieuwe spullen van de Vibra heb neer kunnen zetten die ik had gekocht. Dus dat vind ik ook wel fijn. Het staat ook gelijk een stuk gezelliger, vind ik zelfs. Ik ben daar wel heel blij mee. Lekker ook nog even een bullet journal aan de gang geweest. Gelijk eventjes al opgeschreven waar ik dan nog verhalen bij moet maken. Maar ik ben nu al bij maart, dus dat schiet wel op dan. Dan moet ik natuurlijk nog wel allemaal schrijven. Maar goed, dat is niet zo heel veel werk. En dan dat plakken en zo, dat is altijd wel heel leuk. Dus zo komt er toch wel weer een beetje schot in. Dus daar was ik wel blij mee. Die deepjes, die zijn trouwens wel heel lekker. Ik heb van het weekend geproefd. Het is echt super lekker. Dus ja, dat is wel heerlijk. De was die staat nog aan. Die is nu aan het centrifugeren. Dus ik denk dat die over niet al te lange tijd klaar zal zijn. Dan kan er nog een deel van in de droger. Ik probeer nu wel al de droger iets minder te gebruiken. Misschien kan ik het ook wel kwijt, maar dat weet ik dus niet zeker. Dus ik moet even kijken. Ja, omdat het nu in huis alweer een stuk warmer is, kan het op zich in huis wel drogen. Alleen je zit wel dagen met was erbij. Nou heb ik bijna nooit visite natuurlijk. Maar als er dan een keertje visite komt, dan is het ook niet zo gezellig als er was hangt. Maar ja, dat weet ik meestal wel van tevoren, dus dat kan ik op zich wel plannen. Maar het was allemaal wel lekker. Ik had nog een hele handige tip van mijn moeder gekregen. Die zei, je kunt die mop, die kun je nog veel meer uitwringen door hem naar boven te draaien. Dan kun je hem heel goed uitwringen, kun je heel droog dweilen. En dat heb ik gedaan. En inderdaad, ik kon veel droger dweilen. Dus dat was echt top. Want had ze gezien in mijn vlog hoe ik dat deed. Ze zegt, nou, ik heb wel een tip hoe je dat anders kan doen. Dus dat heb ik nou geprobeerd. En dat ging echt super goed. Dus dat was ook heel fijn. Het is eigenlijk best wel een lekker middagje zo eigenlijk. Ik ben wel tevreden. Ik heb wel even de ventilator aan, want het is nu best wel warm geworden. Hoeveel graden zou het hier binnen zijn? Eventjes een blik werpen. 21,5. Valt nog mee, is die wel gezakt. Ik ga zometeen nog eventjes lekker relaxen. Dan hoop ik dat de was zo klaar is, dat die nog even kan verwerken. Nou ja, vanavond goede tijden. Ene laatste aflevering. Dus ik ben benieuwd of we al een beetje naar de cliff toe gaan. Maar het zal echt pas morgenavond zijn. Als ik heb gerelaxed, ga ik dus eerst lekker eten. Dan ben ik lekker klaar voor de televisie. Vanavond kijk ik weer Kinderen kopen een huis. Maar ik heb dus nu begrepen dat de presentatie wordt afgewisseld door Leonie en
Jan. En ik dacht dus dat helemaal Jan het al deed. En dat vond ik wel superleuk, want ja, ik weet niet. Ik ben niet zo'n heel groot fan van Leonie, laat ik het zo zeggen. Het is gewoon heel persoonlijk. Ik weet niet. Ik vind het niet altijd even leuk. Dus ik had gehoopt dat Jan het helemaal deed, maar dat is dus niet zo. Daarna wil ik eventjes dat nieuwe programma van die. De beste slechtste chauffeur van Nederland gaan kijken. Dan hebben ze dus eerdere winnaars van de slechtste chauffeur. Die gaan ze nu met een rijleraar in de auto zetten om te kijken hoe het dan nu gaat. Dus ik ben daar wel benieuwd naar op zich. Ga ik mijn blogpost schrijven? Ga ik de vlog inplannen? Daar moet ik nog een thumbnail voor maken. Moet nog even die nieuwe foto maken. Maar dat is nu, dat kan nu wat langer omdat het wat langer licht is. Dan ga ik lekker verder met Rough Diamonds en daarna weer verder met Blauw Blauw. Dus dat vind ik wel leuk. Ik heb trouwens een nieuwe lipstick van Essence getest, maar die is heel snel weg. Ik voel er bijna niks meer van. Ik voel helemaal niet meer dat die erop zit. Dus met drinken is die heel snel weg. Maar goed, daar ga ik nog een video van opnemen vrijdag. En ik ga dus een nieuw boek uitzoeken vanavond, dus dat is ook wel weer leuk. Ik ga jullie in ieder geval morgen zien, want ik ga nu verder niks meer doen dan even wachten tot de was klaar is en even relaxen. Dus ik zou bij deze dan zeggen, tot morgen! Een hele goede middag op deze donderdag. Het is vandaag alweer 1 juni. De maand is voorbij en we beginnen met de maand juni. Ik ben klaargemaakt en ik heb vandaag een rustige dag. Normaal doe ik natuurlijk boodschappen op donderdag, maar ik ga nu morgen. Want mijn coachje heeft vakantie, dus die is er deze week niet. Die is er volgende week weer, dus ik ga nu morgen met mijn vader. Dus dat is voor morgen. Ik ga zometeen een video opnemen, een extra video. Ik weet nog niet wanneer die online komt en ik kan er ook gewoon even nog niet zo heel veel over zeggen. Maar dat wordt later allemaal duidelijk waarom ik er nog niet zoveel over kan zeggen. En ik heb mijn Disney game gespeeld natuurlijk al eventjes. En daar heb ik jullie in meegenomen. Dus ik ga jullie dan intussen als ik de video opneem meenemen in de wonderenwereld van Disney. Dus dat is eigenlijk een beetje mijn planning. Ik ben een beetje verkouden weer. Ik kreeg al hele leuke reacties op dat taartje jarig was. Dus dat was super leuk van de vlog die online is gekomen. Ik heb gisteravond gekeken naar Kinderen kopen een huis. En ik vertelde natuurlijk gisteren dat ik niet zo'n groot fan ben van Leonie. Maar dit deed ze dan ook wel weer leuk. Ze deed natuurlijk vorig seizoen ook al. Maar dan vond ik haar soms een beetje aanwezig. En nu was ze wat bedrukter. Dus dat was wel leuk. Wat ik wel heel grappig vond. Dit waren kinderen van 12 en 15. Dus al iets oudere kinderen wat dat betreft. Hun wilden eigenlijk niet verhuizen. Maar de ouders wel. En toen gingen ze dus drie huizen bekijken. En het eerste huis, dat viel voor hun eigenlijk wel af. Omdat ze zoiets hadden van, ja, nou nee, ik weet het niet. Er moest best wel veel aan gebeuren. En de ouders wilden eigenlijk heel graag een instapklare woning. Tweede huis, moest ik erom lachen, want ze kwamen in de keuken. Oh, er zit geen oven in. En toen zaten ze daar eigenlijk op de bank zelf van, ja, maar ja, die oven, dat mis ik toch wel. En toen zei de makelaar ook van, maar zou je het laten afhangen op dat als er geen oven in zit dan de koop van een huis? Ja, nou ja, maar kan er ook geen oven in dan? Jawel, dat konden ze dan wel regelen, maar het is wel grappig om dan de logica in het gedachtegang van kinderen worden meegenomen. Dat hun denken van, oh, er zit geen oven in. Oké, dit huis kan niet omdat het geen oven heeft. Nou, toen gingen ze het huis verder verkennen. Toen was in één keer, toen zat er in de badkamer een bad. Dus dat jongetje was helemaal, ik ben voor. Toen wilde hij eigenlijk wel heel graag het huis, omdat er dus een bad in zat. Maar toen gingen ze bij het derde huis kijken. Daar raakte dat meisje helemaal ontroerd, want die voelde daar van alles. Uiteindelijk hebben ze voor het derde huis gekozen. Wel een heel mooi huis, maar helaas geen bad. En ja, omdat ik heel erg de wens zou hebben om een bad te hebben, vind ik het altijd jammer om te zien als een huis dan geen bad heeft. Maar goed, er zijn natuurlijk gewoon huizen zonder bad. Ik heb zelf ook geen bad, maar ik zou dus wel heel erg de wens hebben om een bad te hebben. Maar dat was wel leuk. Daarna heb ik eventjes het beste van de slechtste chauffeur gekeken. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Maar in ieder geval, ze hebben dus vier chauffeurs geselecteerd die mee hebben gedaan aan eerdere seizoenen van de slechtste chauffeur van Nederland. Die worden nu gekoppeld aan een rijinstructeur om te kijken of ze alsjeblieft beter kunnen gaan rijden. Ze kunnen dan ook nog wel weer een prijs winnen. De chauffeur kan de gouden letter L winnen. En de deelnemer die kan dan ook een prijs winnen. Dus het is te hopen dat ze beter kunnen gaan rijden. Dus dat is eigenlijk
bijzonder. Ik ben ook wel benieuwd. Ik heb mijn blogpost geschreven. Ik heb mijn vlog dus ingepland. En ook een thumbnail gemaakt. Toen ben ik weer Rough Diamonds gaan kijken. En Blauw Blauw. En daarna ben ik naar bed gegaan. En heb ik een nieuw boek gestart. En ben ik lekker gaan slapen. Want ik was best wel moe. Ik ga nu even stofzuigen. Dan ga ik de boel klaarzetten voor de video om op te nemen. En jullie mogen dus kijken naar de Disneywereld op de Switch. Dit was echt de naarste middag ooit, want het is allemaal niet gelukt. Ik moest printen en de printer die weigert. Blijkbaar zitten die chips die op die printer inktkoppen zitten, die zitten helemaal los. Dus daarom pakt die ook de printer inkt niet. Dus dat is echt heel naar. Dus ik moet nu bellen met 1, 2, 3 inkt, hoe ze dat gaan oplossen. Want ik kan hier dus niks mee. Ik kan nu gewoon printer inkt weggooien. Dus ik hoop wel dat ze er wat aan gaan doen. Want ik heb het gewoon nodig. Dus ja, ik heb de video niet af kunnen maken. En daar baal ik gewoon heel erg van. Ik heb helemaal niks meer kunnen doen. Ik ben de hele middag bezig geweest met die printer inkt. En ja, het werkt gewoon niet. Dus ik weet nu eventjes niet meer wat ik moet. Ik hoop dat ze met een oplossing gaan komen. Dus ja, mijn middag was op zijn zachtst gezegd echt vreselijk. Ik heb nu net de katten gevoerd. Ik ga even 1, 2, 3 inkt bellen om te kijken of dat ze wat voor me gaan kunnen doen. Want ja, ik heb nu gewoon eigenlijk 40 euro door de wc heen gespot. Dus dat ga ik even doen. Dan ga ik nog even relaxen en dan straks maar douchen en eten. Vanavond de cliffhanger voor goede tijden. Ik ben op zich wel benieuwd hoe het gaat eindigen, want ik heb echt letterlijk nog geen idee. Dus dat wordt nog even spannend. Nou, dan ga ik meester Frank Visser kijken. En daarna denk ik even het perfecte plaatje. Ik ga nog wel eventjes gamen. En dan ga ik mijn foto's bewerken. Daarna Rough Diamonds kijken. En weer Blauw Blauw. En dan morgenochtend boodschappen doen. Dus ik ga voor nu in ieder geval eventjes hopen dat ik dit kan regelen. En dan horen jullie dan later wel weer even over of dat goed is gekomen, ja of nee. En ga ik het allemaal wel even zien. Maar ik ga jullie in ieder geval morgen zien, want mijn humeur is nu eventjes niet echt heel lekker. Dus ik heb ook niet zo heel veel meer te vertellen. Dus ik zou dan bij deze ook zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is vandaag 2 juni. Ik ben klaargemaakt. Ik ga eerst eens even kijken hoeveel graden het is. Want de gevoelstemperatuur is niet heel warm.
Oh, het is 20 graden. Het is licht bewolkt. Nou, dat is prima. Ik heb gisteravond naar Goede Tijden gekeken. En de cliffhanger. Ja, ik vond hem ergens ook wel een klein beetje ongeloofwaardig. Maar het was ook wel heel spannend. Want heel veel auto's kregen een ongeluk. Maar ze botsten echt ook allemaal zo frontaal op elkaar. En dan had je toch soms het idee, oké, ze zijn gewoon niet helemaal aan het opletten. En dat ze niet op tijd konden remmen. Dus het was eigenlijk een frontale botsing. Dus eigenlijk is de vraag van, ja, wie overleeft dit en wie niet? Maar daar moeten we heel lang op wachten. Want 28 augustus begint het pas weer. Dus dat duurt nog eventjes. Daarna heb ik meester Frank Visser gekeken. Dat was ook wel bizar. Dat ging over een keuken. Nou, dat heb ik ook nog nooit meegemaakt. Maar ja, ook wel eens een keer wat anders dan een boom of een schutting of weet ik veel wat. Dat is, was op zich ook prima. Toen heb ik even het perfecte plaatje ben ik gaan terugkijken. Daar moet ik nog wel een deel van zien, want ik heb nog niet alles bekeken. Maar dat ga ik vanavond eventjes afkijken. Toen heb ik mijn foto's bewerkt. En ben ik weer met Rough Diamonds verder gegaan. Super spannend. En daarna weer blauw-blauw. Dat was wel heel leuk. En toen ben ik lekker naar bed gegaan om een boek te lezen. Dus dat was prima. Ik heb net al een video opgenomen met deze make-up look. Ik heb al boodschappen gedaan. Ik heb jullie nog even meegenomen naar het centrum. Dus dat ga ik jullie zo ook nog even laten zien. En ik zal straks natuurlijk ook nog eventjes laten zien wat voor boodschappen ik heb gehaald. Wat ik nog heb liggen. Want ik heb ook al wat dingen natuurlijk opgeruimd. Ik moest wel heel erg lachen. Ik kreeg een Martien Meiland gevoel. Eerst was er in de plus een man. Het was best wel druk. En hij zei, oh, we moeten bijna beveiliging. Want het is heel druk. Dus dat was op zich wel grappig. En toen stonden we bij de Lidl en toen kwam ineens die man met een noodgang met zo'n karretje. Of met zo'n trekkarretje. En die botste bijna op mij. Hij begon te gillen. Ik dacht, oh, ik heb echt Martien Meiland vibes. Ik moest er ergens ook wel om lachen gewoon. Dat die man heel enthousiast. En toen ik, waah, zegt hij. Nou ja, het was gewoon heel grappig. Dus dat was ook wel komisch. Ik heb ook nog wat pakketjes binnen. Maar goed, dat zal ik jullie straks ook nog eventjes laten zien. Ik ga eerst zometeen eventjes de camera opladen. Zodat die weer even bijgeladen is. Want ik ga die video van gisteren afmaken. Want ik zat natuurlijk met dat inkt gisteren. Ik heb gebeld. En ze zeiden eigenlijk heel lief. We gaan dat gewoon omruilen. Dus ze hebben mij al nieuwe inkt toegestuurd. Die heb ik nu binnen. Die kan ik zometeen in de printer doen. En dan moet ik de oude inkt, die dus niet goed is, die moet ik dan terugsturen. Ik had er wel bij gezegd, joh, dat wordt wel pas volgende week, want ik kom niet eerder in de winkel. Maar dat was helemaal prima. Dus die kan ik volgende week dan weer terugsturen. Dus daar ben ik wel heel blij, omdat ze zo snel gehandeld hebben. Dus dat ga ik zo allemaal eventjes doen. Dus ik ga eerst even stofzuigen, even een beetje batterij in de camera doen. Dan ga ik eerst zorgen dat die video afkomt, want dan is dat ook klaar. Want ik moet natuurlijk nu alles opnieuw filmen, omdat ik er gisteren anders uitzag. Dus dat ga ik eventjes doen. Maar jullie neem ik dan straks nog even mee naar de winkel. En dan laat ik straks nog even de spullen zien. Maar eerst maar even zorgen dat dit klaar is. Ik laat jullie nog even snel de boodschappen zien, want het zit even allemaal niet mee, dus ik ben er ook wel even klaar mee. Ik heb kattenvoer gekocht weer. Nog weer eventjes die ijsthee, want ik had ook niet heel veel sap meer. Dan heb ik weer even een voorraadje. Chocomel. Handschoentjes. En weer een zakje met deen, want die was er weer. Die vind ik toch wel erg lekker. Heb ik boontjes, twee keer Ajax, want die was nu 3 euro bij de boni. Ik heb nu limoen en toch wel mijn favoriet, de klaprozen, cupsoep, toetjes en twee zakjes snoepjes, Red Band, twee keer, die waren nu 1 euro bij de boni. En bij Trekpleister heb ik nog even een nieuwe eyeliner gehaald van Essence. En twee hele leuke diamond paintings. Die zijn van Francine Katten. Ik vond deze twee wel heel erg leuk. Dit is met twee poesjes. En dit is één poesje. Ik kon niet zo goed kiezen, dus vandaar dat ik ze alle twee heb gekocht.
dit waren de boodschappen. Ik ga dit even opruimen. Dan ga ik even wat drinken en dan ga ik eventjes lekker relaxen. Want zoals ik zei, het zat even allemaal niet mee. Dus ik moet het allemaal nu eventjes morgen verder oplossen. Maar dat komt vast wel goed. Ik ga straks lekker douchen en eten. Vanavond kijk ik weer naar die nieuwe serie op Nederland 1. Daar ben ik wel benieuwd naar. Ik ga lekker de nagellak eraf halen, want het ziet er niet meer uit. Dan ga ik even het perfecte plaatje afkijken. Ga ik mijn video editen. En dan ga ik daarna even een blogpost schrijven. Dan ga ik weer verder met Rough Diamonds. En dan ga ik vanavond starten met Mokro Mafia. Want die eerste aflevering staat online. Daar heb ik wel heel veel zin in. Dus ik ga nu even de laatste dingetjes gaan opruimen. En dan ga ik jullie morgen zien en eventjes de camera aan de oplader doen. Want die is bijna leeg. Dus dat ga ik nu allemaal eventjes doen. Dus dan zie ik jullie morgen. Goedemiddag op deze zaterdag. Het is 3 juni. Ik ben klaargemaakt. Het is 21 graden. Ik ben even naar buiten geweest en ik nies me weer helemaal kapot. En dan ben ik alleen eventjes naar de brievenbus geweest om te kijken of de folders er al waren. Die waren er niet. Maar dan merk je gelijk weer dat de hooikoorts opkomt. Het lekkerste is ook als je onder de douche vandaan komt. Omdat je voor je gevoel dan alles weer helemaal hebt schoongewassen. En dan ga ik daar het beste op. Maar dan later begint het niet zo wel weer. Maar goed, hoort er een beetje bij. Ik bedacht me ineens gisteravond, ik had jullie nog beloofd pakketjes te laten zien, heb ik niet meer gedaan. Dus dat ga ik zometeen alsnog doen. Kwam ook wel een beetje omdat ik gisteren toch nog best wel heel erg druk ben geweest met die video die ik op wilde nemen. Dat het toch niet helemaal lekker liep. Dus daar moet ik ook nog even iets voor afmaken. Dus dat ga ik zometeen ook doen en dan ben ik er ook wel klaar mee. Verder moet ik de kwasten wassen. Ik kreeg een hele goede tip van een van jullie dat je je kwasten het beste op zijn kop kan laten drogen in verband met de lijmlaag. Wist ik ook ergens wel, maar ik wist nooit hoe ik dat het beste kon doen. En zij zei ook iets met wc-rolletjes. Dus toen dacht ik, misschien kan ik, vroeger op school knipten wij van wc-rolletjes bomen. Dan knipt hij de onderkant, zeg maar, van die strookjes in. Dan kon je dat vastplakken. Ik dacht, nou, misschien kan ik er strookjes in knippen, dat het in ieder geval blijft staan. Dus dat wil ik proberen, dat ze dan op zijn kop kunnen drogen. Ik wil ook weer eventjes mijn machine gebruiken, want die heb ik ook al een tijdje niet gepakt. En het reinigt toch iets dieper, omdat ik met best wel felle kleuren heb gewerkt. Dus dat wil ik eventjes gaan doen. Gisteravond heb ik weer gekeken naar de serie op 1, Onbekende. Hoe heet die volgens mij? En ja, ik vond het wel heel spannend. Op een gegeven moment was er wel een beetje een scène, die was wel hard. Dus ik zei tegen mijn moeder, dit was niet zo leuk. En ze zei, dat vind ik wel hard. Ik zei, ja, ik zeg, dat dacht ik al. Maar ja, zij heeft Spinoza ook nooit gezien. Het is van dezelfde makers als Spinoza. Dus ja, ik vond het wel heel mooi. Daarna heb ik eventjes het perfecte plaatje afgekeken. Maar dat was niet heel verrassend. Want ik had helaas op social media al een foto zien staan. En er stond iets in van dat diegene eruit zou zijn. Dus toen dacht ik, oh, volgens mij is die dus eruit. Dus dat was een beetje jammer. Maar ja, dat is natuurlijk het nadeel als je het later terugkijkt. Toen heb ik nog even het laatste stukje van VI gezien en even een game gedaan. Was ook voor het laatst. Ik ga nu ook met zomerstop of zij met zomerstop. Toen ben ik mijn video in elkaar gaan zetten en daarna mijn blogpost gaan schrijven. Toen ben ik verder gegaan met Rough Diamonds. Ik heb daar nog 2 afleveringen van, maar het is nu toch wel heel spannend. En toen ben ik begonnen met Mokro Mafia seizoen 5. Wat ik soms lastig vind is, er wordt veel ondertiteld. Maar er is ook best wel veel waar geen ondertiteling bij is. En dat is dan best wel zacht, waardoor ik soms een beetje moeite had met het te verstaan. Dus ik heb de televisie een klein tikkeltje harder gedaan. Maar goed, dat wil je ook eigenlijk niet echt voor je buren natuurlijk te hard zetten. Maar dit viel reuze mee. Dus toen ging het wel, was wel weer spannend. Alleen dit is dan elke week een aflevering online. Dus elke vrijdag komt er een aflevering online. En ik heb eerst getwijfeld, zal ik gewoon wachten tot alles online staat? Maar toen dacht ik, ja, maar de kans dat er alweer spoilers op internet komen is zo groot dat ik dat beter niet kan doen. En toen ben ik ook naar bed gegaan, heb ik mijn boek gelezen en lekker gaan slapen. Ik ga nu eerst eventjes de pakketjes laten zien. Dan ga ik hier eventjes goed stofzuigen. En ik moet nog even een kleed wassen en dan ga ik jullie gewoon weer meenemen vandaag. Dus tijd om even wat te gaan doen. Nou, ik heb 3 pakketjes. Ik heb allereerst 2 pakketjes van Lidl. Misschien kan jij het je nog herinneren dat ik in een van de vlogs een jurkje liet zien die ik had gekocht. Muisje, ga maar even aan de kant, anders zien ze mij niet. En die wilde ik eigenlijk ook nog wel heel graag in het zwart hebben. Die hadden ze niet in mijn maat, maar toen zag ik ook dat ze hem in het roze hadden. Dus ik heb hem in 2 kleuren nog bijgekocht. Even openschuren. Deze zitten dan gewoon in plastic. Normaal zitten ze dus in een doos, maar deze is nu dus in plastic, want het waren ook de laatste stuks.
Dus ik heb nu deze. Dit is de roze. Ik zal wel even een plaatje in beeld neerzetten. Ik denk dat het handiger is als ik hem nog kan terugvinden. Dus dit is nu de roze variant. Die ga ik ook eerst even lekker wassen. Maar het is een heel lekker stofje. Echt zo'n zomerstofje. En dan heb ik hem hier natuurlijk ook nog in het zwart. En die zit ook gewoon in het zakje. Kijk, dit is dan de zwarte. Maar ook daarvan wil ik even een plaatje in beeld neerzetten. Dus die ga ik ook eventjes lekker wassen morgen of zo. Dan kan ik het ook lekker dragen. Want ja, dat zijn best lekkere stofjes. En dan heb ik nog een shirtje gekocht. Maar die wilde ik heel graag. Eigenlijk die heb ik al 2 jaar op mijn verlanglijstje staan voor mijn verjaardag. Maar ik heb hem eigenlijk nooit gehad. Maar nu heb ik hem besteld, want hij was nu afgeprijsd voor de helft. Als ik hem open krijg. Kijk, en dat is deze met limited edition erop. Ik heb een maatje S. Ik vond dit wel heel erg leuk. Het is er wel opgedrukt. Deze komt van de shop Rustig. Maar ik vind hem wel heel erg leuk. Dus ja, ik vond hem wel limited edition. Hij ziet er groot uit voor een S'je. Vinden jullie niet? Ik denk wel dat hij een beetje oversized gaat zitten. Maar dat maakt niet heel erg uit. Maar ik vond hem wel heel leuk. En nu was hij dus €12,50 nog. Dus ik dacht, nou, dat is op zich wel een goed prijsje. Maar ik vind hem wel heel tof. Dus dit ga ik eerst natuurlijk allemaal even wassen. Misschien moet ik het shirtje wel even passen. Maar ze hadden ook niet kleiner dan een S'je hoor. Dit was echt wel de max. Er zitten volgens mij wel papieren bij als je hem retour moet sturen. Maar even kijken. 10% korting op je volgende bestelling. Nou, ik ga hem gewoon wel eventjes nog passen. En dan, maar misschien valt het ook wel mee. Want ik heb die andere shirtjes... Volgens mij kwamen die mijn bellen en wat goed daar ook vandaan. En die heb ik ook in een S'je. Dus ik ben wel blij dat ik in ieder geval S heb genomen. Maar dit waren dus even die pakketjes. Nu ga ik eventjes gaan stofzuigen en de laatste dingen doen. En dan gaan we even verder. Even lekker muziekje aan en aan de gang maar. Thank you.
Nou, hier staat mijn zelf in elkaar geknutselde droger. Het is niet fantastisch, maar op zich werkt het. Je kunt het één keer gebruiken, want het wordt natuurlijk nat. Maar op zich gaat het wel, ze staan wel op z'n kop. Of het echt goed opdroogt, dat moeten we gaan zien. Dat kan ik morgen wel een beetje zien, maar voor nu vond ik het op zich wel voor eventjes zo prima. Dus ik ben benieuwd of het wat doet. Ik ga deze toch nog even in het water zetten, want er zit toch nog erg veel sop in, lijkt het. Ja. Zo, ik ben klaar. De katten hebben net lekker hun eten gehad. Ik heb afgemaakt wat ik af moest maken. De kwasten zijn gewassen. Misschien denk je, je was nog wel wat dingen met de hand af. Maar niet, voor niet elke kwast heb ik zeg maar een bijpassend dingetje. Dus soms moet ik sommige dan even met de hand doen. Maar ze zijn weer schoon. En ja, voor zover het nu blijft het staan in mijn zelf geïmproviseerde droge ding. Maar ja, het ziet er natuurlijk wel een beetje gek uit. Maar goed, als het droogt, dan zou het top zijn. Maar daar kom ik later nog wel even op terug. Of het echt droogt, want daar kan ik nu natuurlijk nog niks over zeggen. Omdat ik gewoon moet afwachten of dat het gaat drogen, ja of nee. Ik heb eventjes lekker in mijn blog en YouTube-boek gewerkt. Eventjes een opzet voor juni gemaakt. Ik ben ook al begonnen met de voorkant. Maar toen kon ik verder ook niet echt meer verder. Want de katten moesten ook weer hun eten hebben. Dus nou ja, dat eigenlijk. Ik ga zometeen eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks eventjes lekker douchen en eten. Vanavond heb je weer het jachtseizoen. Ik vind degene op wie ze jagen, dat zijn niet echt personen die ik heel leuk vind. Maar oké, ik ga het wel gewoon kijken. En dan hoop ik gewoon dat ze gepakt worden. Zo ben ik dan ook. Als ik mensen niet zo leuk vind, dan hoop ik dat je gepakt wordt. Dus ik ben heel benieuwd, maar het zal wel niet. Daarna ga ik even de beste kijkers kijken en nog even mijn Disney-spel doen. Dan ga ik de vlog in elkaar zetten voor zover dat lukt natuurlijk. Want ik heb beelden tot vandaag, dus dan zover kan ik al met editen. Dan ga ik weer Rough Diamonds kijken en dan wil ik nog wel eventjes, ja, even nog iets zoeken op Videoland, maar ik weet nog niet precies wat, dus dat ga ik nog wel eventjes doen. Ja, verder heb ik eigenlijk niet zoveel meer te vertellen, dus ja, ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien, want ik ga nu verder niks meer doen, dus ik zou bij deze dan zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is vandaag 4 juni. Ik zit even lekker op de bank. Ik heb de stream aanstaan. Dat was gevraagd, want Frank die is een game aan het streamen. Het is echt wel een hele... het is een hele enge game, maar hij is wel heel mooi gemaakt. Gisteravond was hij ook aan het streamen. Toen had ik hem ook aanstaan. En toen zag ik echt zo'n opaatje. Die was echt heel mooi gemaakt. Maar het is dus wel een beetje een enge game. En af en toe hoor je hem ook gillen. En dat is wel grappig. Kun je dus ook geluiden afspelen. Dus ik deed toevallig een eng geluid toen hij volop in de concentratie zat. En dan gaat hij nog meer schrikken. Dus dat is wel grappig. Dat was wel, ja, dat is wel grappig. Ja, de eerste zondag zonder voetbal. Ik moet zeggen, ik mis het wel al. Ik mis het al wel. En ik zei het net ook tegen Frank. Ik zeg, ja, ik mis het al wel. Ja, zegt hij, nou, dat gaat naar PSV en zo. Ik zeg, ja, ik zeg, moet PSV toen niet weten. Ik zeg, moet Ajax weten. Want Ajax gaat niet verder met Heitinga. Dus dat betekent dat ze een nieuwe trainer moeten hebben. Van der Sar is van de week ook al opgestapt. Dus het is één grote ravage. Dus misschien is het ook maar goed dat er nu even geen voetbal is. Maar ja, ik mis het wel. Gisteravond heb ik gekeken naar het jachtseizoen. En ik vertelde al dat ik eigenlijk hoopte dat ze gepakt zouden worden. Nou, dat was niet gebeurd. Ik vond wel dat ze af en toe een beetje raar deden. Ze waren op het strand. Toen gingen ze op een paard en de andere op een fiets. Dat had ik in het voorstukje al wel gezien. En toen dacht ik, het kan ook nog wel eens een val zijn dat ze iemand een oranje pak hebben aangedaan en die op een paard hebben laten zitten. Maar ze zaten dus wel echt zelf op een paard. Maar ja, goed. Uiteindelijk hebben ze het dus wel gered. Dus nou ja, goed. Op zich wel slim gespeeld. Volgende week wordt echt super leuk. Want dan is het met Donnie en met Mart Hoogkamer. Ik heb zelf niet zo heel veel met Mart Hoogkamer, maar Donnie vind ik wel echt heel grappig. Daarna heb ik even de beste kijkers gekeken. Was ook wel weer leuk. Nou, ik heb even mijn Disney-spel gespeeld. Maar ik zit nu een beetje vast. Dan denk je, het is een heel makkelijk spel. Maar dat is dus niet. En ik heb een vlog in elkaar gezet. Voor zover dat lukte. Het ging allemaal een beetje traag. Want hij gaf weer aan dat er weinig ruimte was. En allerlei dingen. Dat was allemaal niet zo fijn. Dus ik ben de laptop ook weer een beetje aan het opruimen. Maar ik heb dus af en toe gewoon wat strepen in beeld met editen. Deze laptop is ook al wel oud. Maar ik hoop in ieder geval dat hij het nog even volhoudt.
Toen ben ik Rough Diamonds gaan kijken vanavond, de laatste aflevering. Ik ben wel benieuwd hoe het eindigt, want het was gisteren echt super spannend. Dus ik ben toch blij dat ik wel door ben gaan kijken. En toen heb ik daarna Parels en Zwijnen aangezet op Videoland. Ja, dat is ook al super oud en ik heb het ooit wel eens gezien. Het is een flop geweest hoor, want het is echt geen succes geweest. Het is na één seizoen ook gestopt. Maar ik vond het op zich wel leuk, want ik kende het niet. Dus dat was op zich wel, wel grappig. Nou ja, vandaag niet heel veel op de planning. Ik ga de groenten even doen. Ik ga eventjes foto's maken straks. En ik moet ook nog even mijn nieuwe shirt passen. En daarna ga ik eventjes... dat is het eigenlijk ook. Ik zal straks in ieder geval even foto's laten zien, maar verder niet zo heel veel bijzonders. Dus ik ga even stofzuigen en de boel doen en dan ga ik even wat dingen doen. Dus dat is de planning voor vandaag. Dus op zich wel relaxed. Al was ik al heel erg gedesoriënteerd, want toen ik wakker werd dacht ik even dat het maandag was. Maar het was natuurlijk zondag. Dus nou ja, goed, dat dus. Kijk hoe schattig Tijger die zit in het hokje. Ik vind het zo lief. Echt super schattig. Maar ze komt er mij ook uit en Mickey die staat net op, want die zit hier. Maar ik vind het wel schattig dat ze er weer een keertje in zit. Oké, de fotospullen. Ik heb hier een make-up removing handschoen van de Hema. Dan heb ik hier de Perfector Poreless Blur Primer with Niacinamide van Catrice. En ik heb hier nog twee lipsticks van Essence. Dit zijn de Long Lasting Lipsticks in de kleur 08 Passionate en de kleur 04 Neve. Dus hier ga ik nu mooi even foto's van maken en dan is dat ook weer klaar. Zo, ik heb alles gedaan wat ik wilde doen. De katten die zijn nu bijna klaar met eten, dus dat is ook wel fijn. Ik heb toch nog best wel wat klusjes kunnen doen, dus ja, op zich prima. Maar dan ben je toch weer drukker dan je dacht. Ik kan mijn scrub niet meer vinden. Ik weet zeker dat ik nog een tube moet hebben, maar ik zie hem niet. Dus ja, dat betekent wel dat je natuurlijk weer verder moet met opruimen. Maar ja, daar heb ik nu niet zo heel veel aan. Dus ik ga ervan uit dat ik die eerdas wel weer een keertje vind. Nou ja, verder was het gewoon prima. De foto's zijn klaar, dus dat was ook wel fijn. En nou ja, het was op zich allemaal wel, wel lekker. Ik ga zometeen eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Het is nu toch best wel warm. Ik wil even kijken hoeveel graden het is. Maar even mijn telefoon pakken, want die lag even op de oplader. Even kijken. Oh, het is ook 23 graden. Nou ja, goed. Als ik dan heb gegeten, dan ga ik wel Million Dollar Island kijken. Undercover in Nederland is nu herhaling, dus dat hoef ik niet meer te kijken. Dus ik ga dan even dag en nacht kijken. Ik wil nog even een poging doen met het Disney-spel. Ik wil mijn nagels doen. Dan ga ik mijn foto's bewerken. Daarna ga ik... de laatste aflevering van Rough Diamonds kijken. Dus ik ben wel heel benieuwd. En dan ga ik weer verder met Blauw Blauw. En dan weer lekker naar bed om een boek te lezen. Dus verder prima. Maar het was op zich verder een prima zondagje. Maar dan ben ik toch weer drukker dan ik dacht. Ik probeer me altijd voor te nemen op zondag. Ja, doe ik niet zoveel. Maar toch dan ga ik toch weer meer doen. En ja, dan merk ik ook met die hand dat dat gewoon echt een drama is. Maar oké. Ik ga jullie in ieder geval dan ook gewoon morgen zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Ik heb ook niks meer te melden. Want er is verder niks interessants. Ik moet wel even mijn nagels heel goed veilen, want ik heb wel het idee dat ze wat beschadigd zijn, maar dat gaat helemaal goed komen. Maar in ieder geval gewoon een lekker rustig avondje, daar heb ik wel zin in. Nou ja, goed. Bij deze ga ik in ieder geval zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is 5 juni, mijn haar zit echt raar, want er zit hier een bobbeltje en die krijg ik niet weg. Dan moet ik hem weer helemaal plat kammen en ik heb hem net vastgemaakt. En een staart maken kost wat meer moeite, omdat ik dan de arm moet gebruiken die pijn doet natuurlijk. Dus ik laat het voor nu wel zo. Weet je, alleen jullie zien de bob, voor de rest niemand. En ik zelf. Ik heb gisteravond weer Million Dollar Island gekeken. Was op zich wel weer leuk om te zien. Ik denk niet dat het nog heel lang duurt voor de finale. Ze hadden op zich best wel moeilijke opdrachten nu. Maar ja, op zich was het wel weer vermakelijk. Daarna ben ik de laatste aflevering van Dag en Nacht gaan kijken. En dat vond ik... Ik zat er wel eventjes lekker in. Ik vond het op een gegeven moment best wel een beetje pittig worden. Vooral omdat een kindje niet ademde. Dus ik dacht, oh, als dat maar goed komt. Kwam gelukkig wel goed. Dus dat was wel eventjes heel spannend. Ik heb er echt wel weer van genoten. Er is ook een tweede seizoen aangekondigd. Daar ben ik heel blij mee. Maar ik heb wel begrepen dat dat niet alleen meer om de kraamafdeling draait. En daar waren heel veel mensen ook wel blij om. Ja, mij maakt het niet zoveel uit, want ik vond het op zich wel mooi, ondanks dat ik er niks vanaf weet.
Ik heb mijn spel nog even gespeeld. Ik had wat hulp gekregen van Nathalie, maar het schijnt dat ik gewoon echt nog één opdracht moet doen waar ik niet doorheen kon. Dus vandaar dat ik nu niet echt verder kwam. Dat was een beetje lastig. Toen heb ik mijn foto's bewerkt en ben ik de laatste aflevering van Rough Diamonds gaan kijken. Ja, was ook super spannend het einde. Ik verwacht eerlijk gezegd niet een tweede seizoen, want het is op zich, de eindjes zijn aan elkaar geknoopt. Dus ik ga er niet vanuit dat er nog een seizoen van komt. Maar ja, dat weet je natuurlijk nooit wat de makers van plan zijn. Ik heb mijn nagels gedaan. Ze zijn deze kleur. Het is roze. Al denk je eerder wit, maar het is dit kleurtje. Deze van Catrice is dat. En deze heeft de naam 120 Pink Clay gekregen. Dus het is wel een roze, maar het is weer meer wit-roze dan echt roze-roze. En daarna heb ik weer even blauw-blauw gekeken. Dus dat was prima. Toen ben ik lekker naar bed gegaan om mijn boek te lezen. Ik ga ervan uit dat ik die vanavond uit heb. Dus dat gaat ook allemaal wel lekker. Ik ga zo meteen hier lekker aan de gang. Ik moet een was aanzetten. De bakken moeten lekker gedaan worden van de katten. Ik ga even de ventilator aandoen. Die heb ik schoongemaakt. Dat ga ik jullie ook eventjes laten zien. Want die heb ik dus eindelijk schoongemaakt. Dat was nog wel een heel gedoe, maar hij is schoon. Dus dat is top. En ik moet deze week ook de slaapkamer tussendoor nog doen. Want ik ben vrijdag een dagje weg. En normaal is vrijdag moest ik de slaapkamer doen. Dat ga ik dus nu niet redden. Dus die moet ik ook tussendoor nog een beetje doen. Dus ik moet dat extra meepakken. Maar goed, ik ga muziek aangooien. En dan ga ik gewoon als een malle aan de gang. En dan laat ik jullie eventjes ook onder andere zien hoe ik mijn ventilator heb schoongemaakt. Dus tijd om eventjes aan de gang te gaan. Van de kwasten, ze zijn dus nu droog geworden. Dus ze zijn nu zo goed als droog. Dus ze droogt wel op deze manier. Ziet er niet heel flatteus uit, maar het droogt wel. Dus dat is ideaal. Zo, de binnenkant van de ventilator is schoon. Uiteindelijk had ik door hoe ik hem open moest maken. Maar ik moest eerst de onderkant van het schroefje eruit draaien. Toen die klemmetjes omhoog waren, voelde ik best wel een beetje tegenvallen. Maar hij is in ieder geval weer schoon. Dus dat is wel weer wat gezonder natuurlijk. Zo, ik ben net weer klaar. De boel is wel weer schoon. Ik had eigenlijk ook wat aan de slaapkamer willen doen, maar er kwam even van alles tussen. Toen is dat eventjes niet gelukt.
Maar goed, ik heb nu in ieder geval wel het een en het ander. In ieder geval wat ik wilde doen is klaar. De was is ook al klaar. Ik ga hem nu niet in de droger doen. Ik ga hem gewoon even uithangen. Want ja, die droger, dat is nu ook alleen maar warmte. Ik denk wat de laatste dag is dat ik een lange mouw aan had. Want het, eigenlijk toen ik me aankleedde was het niet zo heel warm. En nu is het toch wel warmer geworden. Maar goed, dat is dan, dan weet ik dat in ieder geval ook weer. Maar in ieder geval, nu is het klaar. De katten hebben net lekker hun eten op. Dus dat is allemaal wel weer prima. Ik ben wel heel blij met die schone ventilator. Ik denk wel dat voordat ik hem op ga bergen weer, zeg maar, tegen het einde van de zomer, dat ik hem dan nog een keertje uit elkaar zal halen om hem dan nog een keer schoon te maken. Maar nu weet ik hoe het moest, maar het was echt wel even een zoektocht, want het viel niet helemaal mee. Dus nou ja, goed. Oh, ik zit in mijn oog te wrijven, want het jeukt weer zo. Maar nu heb ik natuurlijk heel zwart te vegen. Ik ga zo meteen eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond begint er een nieuw seizoen van Ik weet er alles van. Dat vind ik altijd heel leuk. Het spelletje op RTL 4. Dus dat ga ik lekker kijken. Daarnaast Chateau Meiland en een deel van Kopen zonder kijken. Dat ga ik eventjes weer kijken. Want dat vind ik ook wel weer leuk. Dan ga ik mijn blogpost schrijven. Die kan ik nog wel even een game doen. Eventjes een persbericht afmaken die morgen online moet komen. Nou, dan ga ik een nieuwe Netflix-serie uitzoeken. Ik heb al wel een idee wat ik wil gaan kijken, maar ik weet de titel zo niet. En daarna weer verder met Blauw Blauw. En dan ga ik lekker mijn boek lezen. Ik denk dus dat die uitkomt. Dus op zich was het allemaal wel prima. Maar ja, het was toch wel een beetje warm. En nou ja, goed, het komt allemaal wel goed. Het is in ieder geval allemaal wel weer lekker schoon. Dus dat is wel weer heel fijn. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien, want ik ga nu verder niks meer doen. Dus ik zou bij deze dan zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is 6 juni. Ik ben klaargemaakt. Het is best wel warm. Het is al 23 graden. En dat wordt de aankomende week alleen nog maar warmer. Dan had ik in mijn weerapp gezien dat het van het weekend zou gaan regenen. Maar dat is inmiddels weer verdwenen. En dat vind ik best wel jammer. Want ik had er heel erg op gehoopt. Want ik heb zoveel last van de hooikoorts. Mijn neus jeukt. Ik ben heel erg verkouden. Jeuk aan mijn ogen. Ik wil alleen nog maar krabben, krabben, krabben. Nou weet ik ook dat heel veel mensen zullen zeggen, moet je geen make-up gebruiken? Dat weet ik allemaal. Maar ik ben daar toch een beetje, ja, dan ben ik toch een beetje eigenwijs. Want ja, ik vind het gewoon fijn om een make-upje op te hebben. Maar het zijn vooral de randjes rondom mijn ogen die heel rood zijn. Dat probeer ik ook wel vet te houden met een beetje uiercreme. Ik gebruikte eerder altijd oogcreme, maar ja, eigenlijk de betaalbare oogcreme, die hebben ze bij het kruidvat. Maar daar kan ik niet meer tegen, want daar krijg ik dus onwijs uitslag van. Maar ik wil alleen nog maar krabbelen. En dat is heel vervelend, want het jeukt. En ja, daarom had ik gehoopt op regen, maar het zit er voorlopig nog niet in. Ik heb gisteravond gekeken naar Chateau Meiland. Het was wel weer heel erg leuk. Ik heb er wel weer om gelachen en het was wel echt grappig. Daarna wilde ik Kopen zonder kijken kijken. Maar sinds ik dat nieuwe Timo al thuis heb, kan je dus niet al een programma kijken die nog aan het opnemen is. Dat kon voorheen wel, maar dat kan niet meer. Dus toen ben ik De Moeite Waard gaan kijken. Dat is een programma met Tel Bekkant en Bob Sikkens. Mensen die gaan een huis aankopen, die gaan dat huis opknappen. En de bedoeling is dat ze dat met veel winst gaan doorverkopen. Ik heb er maar een klein stukje van gezien, dus ik weet nog niet in hoeverre dat ook echt werkt. Maar nou ja, ik ben op zich wel benieuwd. Ik heb nog even gegamed. Ik heb daarna mijn blogpost geschreven. Toen ben ik een persbericht gaan klaarzetten voor vandaag. Die staat online. Ik heb alweer 2 persberichten binnengekregen waar ik nog die nog in moet plannen. Ik moet nu niezen. Lukt niet. Nee. Ofwel. Hij zit dwars, maar hij komt niet. Toen ben ik met een nieuwe Netflix-serie begonnen. Ik zal even kijken hoe die heet. Ik vond het op zich wel heel interessant. Het is een serie die momenteel ook in de top 10 staat. Ik ga heel even checken hoe die nou heet hoor. Want het is Spaans. Maar hij heeft dus ook een Engelse naam. Dat maakt het makkelijker. Perfil Falso. Maar, oh, het is Colombiaans. Sorry. Het is wel een thrillerserie. Maar volgens mij heet die eigenlijk Het Fake Profiel.
Het gaat dus over een vrouw die gaat op Tinder. Daar heeft ze een match met iemand en gaat ze mee op date. En dan komt ze erachter dat die niet de persoon is wie die zegt dat die is. Dus dat vond ik wel heel interessant. Ik keek wel lekker makkelijk weg. Het duurt ook niet zo lang. Het duurt om en nabij 40 minuutjes. Maar ik vond de eerste aflevering wel heel spannend. En toen was het afgelopen. Dus ik ben benieuwd vanavond. Daarna ben ik blauw-blauw gaan kijken. Toen ben ik naar bed gegaan en mijn boek uitgelezen. Ook alvast weer een nieuw boek uitgekozen. Dus dat is weer allemaal prima. Ik ga even stofzuigen. Ik ga zo nog even een t-shirt passen. Dat zal ik jullie even laten zien. Die ik binnen had gekregen. En dan ga ik even een video opnemen. Dan ga ik even alvast wat doen aan de slaapkamer. En nog eventjes diamond painten. Dus dat is de planning. Dus ik ga dat eventjes doen. Dus ja, ik ga jullie dan sowieso weer meenemen. Nou, shirtje even aangetrokken. Hij zit wel iets ruimer. Maar het stoort me niet. Want hij zit nu wel een mooie lengte. Want als ik nou een XS had genomen. Dan was hij waarschijnlijk een stukje korter geweest. Zat hij wel wat strakker. Maar dit stoort me niet. Ik vind het in de zomer ook wel lekker als hij iets wijder zit. De maten vallen een maatje kleiner. Dus als je een S hebt, dit valt dan eigenlijk onder een M. Maar net wat ik zeg, het stoort me verder niet. Ik vind de mouwen ook wel mooi zitten zo. Dus ik hou hem gewoon. Ik ga hem ook niet ruilen. Maar ja, ik vind hem prima. Maar daar is misschien om rekening mee te houden dat ze dus een maatje groter vallen. Vloog ze weer in. Dus de katten die zijn weer voorzien. Die zijn weer blij met hun maaltje. Dus dat is fijn. De video is opgenomen. Dat is allemaal gelukt. Ik heb al het grootste gedeelte van de slaapkamer klaar. Ik moet alleen nog even de hoeken. En dan moet ik stofzuigen en dweilen. Maar voor de rest is eigenlijk alles al afgenomen. Dus dat is wel heel fijn. Ja, mijn kattafel moet nog in dat kastje. En ja, in de hoek daar dan. Maar dat ga ik morgen even verder doen. Dus dan ben ik toch wel blij dat ik dat toch wel heb kunnen doen allemaal. Ik ga vanavond eventjes voor vannacht de handdoeken klaarzetten. Want die duren altijd heel lang hier. Dus dan kunnen die morgen ook drogen. Dus dat is wel fijn. Ik kan morgen ook even een hoop was naar boven gooien. Dus nou, op zich was het allemaal wel lekker. Nog even lekker diamond painting gedaan. Was ook wel fijn. Ik moest nog even mijn telefoontje doen. Wat uiteindelijk helemaal nergens op sloeg. Ze hadden mij gebeld, ze hadden iets ingesproken, maar dat was anoniem, dus ik belde terug. Ze hadden een nummer achtergelaten. Nou, uiteindelijk belde ik helemaal voor niks, want ze wisten eigenlijk niet eens waarom ze mij gebeld hadden. Dus nou, goed verhaal, maar heel onduidelijk. Ik ga zo meteen in ieder geval eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen. Dan ben ik dan zo aan toe, want dan voelen mijn ogen zo verlicht als ik lekker heb gedoucht. Dan ga ik lekker eten. Vanavond weer lekker, ik weet er alles van. Het was een leuke start. Daarna ga ik Zeeman Confronteert kijken. En dan ga ik vanavond even een stuk van Kopen zonder kijken kijken. Ik denk nog even een spel doen. Ik ga de vlog afmaken. Mijn foto's bewerken voor mijn blogpost. Dan ga ik weer lekker die Netflix-serie kijken. Want ik ben natuurlijk super benieuwd hoe dat verder afloopt. En daarna ga ik blauw-blauw kijken. En dan ga ik in een nieuw boek beginnen. Dus dat is wel fijn. Ik ga bij deze dan ook gewoon de vlog afsluiten. Ik hoop in ieder geval dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje bij mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf staat de rode button. Daarnaast staat een belletje. En als je die aanklikt, krijg je een melding zodra er een nieuwe video van mij online verschijnt. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En hoop ik je bij een volgende video weer te mogen zien. Doei!